gefeliciteerd. En 1-4 overwinning op Vitesse. Maar vooral voor jou speciaal, denk ik. Je allereerste goal in de Eredivisie. Ja, dat is zeker een speciaal moment. Vooral omdat ik nog niet heb gescoord. Dus dat was echt een lekker moment. Je had wel bij Volendam al een keer eerder gescoord in de betaald voetbal. Dat was ook een kopbal uit een standaard situatie, zag ik. Ja, daar moet ik het wel van hebben natuurlijk. Ik kom niet zo heel vaak in de 16 in een aanval natuurlijk. Dus ja, dit soort momenten moet ik er eigenlijk gewoon staan. Ja, je bent te verdedigen, dus niemand zal je kwalijk nemen dat het je eerste goal pas is. Maar was je er wel naar op zoek? Ja, tuurlijk. Ik hoor denk ik echt elke wedstrijd van mijn vriendin dat ik een keer moet scoren. Nou, nu heb ze hem. Heb je er al gesproken in de tussentijd? Ik heb er al even snel gesproken, dus die was wel blij. Dat geloof ik, ja. En voor jezelf natuurlijk ook echt een heel mooi moment, denk ik. Zo iets wat je niet snel gaat vergeten meer. Nee, dit ga ik niet snel vergeten. En ook natuurlijk een hele goede overwinning. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus heel blij mee. Laten we het dan lekker over de wedstrijd hebben, want jullie winnen met 1-4 van Vitesse. Het zag van de tribune echt heel makkelijk uit. Was het op het veld ook zo? Ja, eigenlijk wel. Die 0-3 was natuurlijk best wel makkelijk, maar daarna komen we best wel goed door. En vlak voor rust kan het eigenlijk gewoon 2-3 worden, dus daar moeten wij eigenlijk veel beter voor waken. Ja, is dat toch een beetje de kritische punt al wat je er nog aan overhoudt? Het enige kritische punt misschien wel van de wedstrijd? Vind ik wel. Ik denk dat we allemaal veel te laconiek werden, een beetje nonchalant. Dat mag ons eigenlijk niet gebeuren na... Eigenlijk een best wel een slechte race wat we hebben neergezet, ondanks zaterdag. Dus nee, dat mag niet gebeuren. Nee. Heb je dan ook nog een beetje het gevoel dat die zegt dan toch nog in gevaar komt? Of had je dat eigenlijk overwegen al wel van die 3 punten zitten gewoon in de tas? Ja, ik had wel een goed gevoel in het veld. Ik had niet het gevoel dat we deze zouden verliezen of gelijk spelen. Maar ja, toch moet je scherp blijven en dat is ons wel gelukt. Merk je dan ook bij een ploeg als Vitesse, waar wat gewoon in zwaar weer zit, tot dan ook als je al na 20 minuten 0-2 voor staat, dat daar dan ook gewoon de kopjes gaat hangen, dat daar geen vertrouwen meer is? Je praat ook wel een beetje, ik ken de spits een beetje buiten. En weet je, dat is gewoon helemaal rot hoe we in deze situatie zitten. Ook met die puntenmindering waar sprake van is. Het is gewoon, dat wil je niet en dat gun je ze ook niet. Zeker niet. Jij bent natuurlijk weer terug nadat je het eerste half jaar hebt gemist door blessureleed. Je staat er gelijk weer, dat is echt denk ik een heerlijk gevoel voor jou. Ja, dat is echt top. 11 wedstrijdjes alweer bijna allemaal 90 minuten. Dus dat is top. Ik voel geen pijn meer. Ik ben helemaal fit. Dus kunnen we doorbouwen. En je houdt gelijk weer het niveau van vorig seizoen, denk ik. Ja, daar zit ik wel tegenaan. Dus als ik nu ook nog ga scoren, dan wordt het helemaal te gek. Ja, je zegt, zit er tegenaan. Ben je nog niet helemaal voor je gevoel waar je was? Nou, je moet af en toe gewoon nog wel wat wennen in situaties. En, weet je, je bent toch wel bang aan de ene kant nog of er niks gebeurt. En, ik ga er gewoon vol in en het komt steeds goed. Merk je wel dan hoe meer wedstrijden je speelt, dat die angst wel een beetje wegvaagt? Ik weet het zeker weten, ook met trainen. En, je weet precies wat je wel en niet moet doen. En iets meer aandacht aan je lichaam geven, dat helpt. En ook als die wedstrijden zich deze week zo kort op elkaar volgen, dan zijn er ook geen klachten. Ik ga gewoon door tot het einde. Ze willen het horen. Nou, is goed. Succes zaterdag weer.